marathonontsnapping dus. Van Hooijdonk reed al na 20 kilometer van de groep weg en hij bereikte de aankomst met nagenoeg 2 minuten voorsprong. De Zwitser Zulle voerde het eerste deel van het peloton aan. De meeste favorieten bevonden zich in die eerste groep. De top van de rangschikking is onveranderd. De Spanjaard Pello Ruiz Cabestany blijft dus leider.